mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over de processierups, want oei oei oei, wat is het een probleem? Ze noemen het ook wel heel Holland krapt. Maar wie weet is er een mooie natuurlijke oplossing voor. Daar gaan we het over hebben en we gaan het hebben over verhaaltijd bij de bibliotheek. En ratatatata, het is bijna 11:11, dus tijd voor carnaval. En dat betekent ook het kwekdeuntjesfest wat weer voor de deur staat. Daar gaan we ook over praten. Het is 31 oktober, het vriest een klein beetje buiten, dus ik zou zeggen zet die verwarming ietsjes hoger. Ga onderuit zitten, pak een chipje, het is tijd voor Dommeland Live. Welkom. Ja, afgelopen zomer ging heel Nederland gebukt onder de last van de processierups. Ieder fietspad wat je maar overfietste, kwam je krabbend thuis. Vandaar de bijnaam Heel Holland krabt. Maar wie weet is er een natuurlijke oplossing voor. Daar ga ik over praten met onze vaste gast bijna, mag ik wel zeggen. Frans Kapteins, welkom. En Tom Heiderberg van Hobbycentrum Boksel. Ook welkom, heren. Frans, met jou beginnen. Die processierups. Ja, het is echt vreselijk geweest voor een heleboel mensen. Het gaat over de eikenprocessierups, want de dennenprocessierups die komt er nog aan. Dus we moeten even afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Dat is weer in een andere periode? Ja, dat is, nou, die zit nu in België en die rukt langzamerhand naar Europa op. En dan moeten we even kijken wat daarmee gebeurt. Want die eikenprocessierups, die heeft maar 700.000 brandhaartjes op dat beestje staan. Maar 700. Maar die dennenprocessierups heeft er 1 miljoen. Dus we moeten nog even afwachten. Maar dat betekent toch niet dat we dadelijk onze kerstbomen massaal in huis halen en dat we... Nee, dat niet. Nee, dit gaat over grove dennen, dus dat is nog heel iets anders. Maar goed, die eikenprocessierups was inderdaad heel erg lastig. En er zijn een aantal dingen die daar in op te merken zijn. Hoe komt het nou dat we er zoveel last van hebben? In eerste instantie alle gemeentes zijn niet tegelijkertijd begonnen aan het verhaal. De werkplannen waren niet klaar. Heel veel gemeentes kwamen er pas achteraf achter dat het zo'n aantal was, dat het een heel groot aantal was. En dat was één. De tweede, die eikenprocessierups heeft twee nieuwe dingen ontwikkeld. Eén ding is oudsher, dat heet diapauze. En diapauze betekent dat dieren kunnen het leven even uitstellen. Het zou eigenlijk mooi zijn voor de mens ook. Eigenlijk zou ik het ook wel willen. We hoeven ons dan niet meer in te laten vriezen. We gaan in diapauze gaan. Ja? Nee, dus ze zijn even in diapauze gegaan. Ja? Dat betekent dat ze heel even hebben gewacht tot ze eruit kwamen. En wat dan nieuw is, is dat we ontdekt hebben dat ze ook grondnesten hebben. En dan zijn ze dus niet te zien. Kijk, die nesten, die zijn heel goed te zien, want die zitten op de bomen. Mm-hmm. En 's nachts gaan die beesten in processie dan naar boven toe. Maar als ze de grond ingaan, dan zie je niet waar die nesten zitten. En zijn ze moeilijker weg te zuigen. Mm-hmm. Dus al die plannen zijn veel te laat ingestart. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er wel een leuke ontdekking geweest dat er heel veel vogels nu beseffen dat die eikenprocessierupsen lekker eetbaar zijn. Yeah. En dan heb je het over koolmees, en over pimpelmees, maar ook de grote bonte specht, de kouwe en zelfs de boomklever, die vinden ze in één keer lekker. En dat is iets wat heel apart was, want voorheen was alleen de koekoek die lustte deze beestjes vanwege hun lange haren. Maar nu hebben ook de andere vogels ontdekt dat diertje nu in Nederland zit. Mm-hmm. En dat ze hem kunnen opeten. Ja, maar heel even terug, hè, naar die... Dat je zegt de maatregelen die de gemeente of et cetera had moeten nemen. Hoe kunnen we zo'n processierups een beetje een halt toeroepen? Om het zo te doen? Nou, als je het op zeg maar de manier doet zoals er inderdaad is aangegeven, niet branden. Branden betekent een groot probleem, want wat gebeurt er met branden? Je steekt die vlam aan en die eigen processierups die voelt eigenlijk al de hitte voordat de vlam bij de boom is waar die beestjes zitten. Ja. En dan schieten ze al hun haren af. Dus dat is dan meteen pech, hè, want die vliegen de lucht in. En uiteindelijk dalen ze neer en dan vallen ze op alle mensen neer. Ja. Wat wel goed heeft geholpen is het afzuigen. Het werkelijk weghalen van de nesten door grote stofzuigers in te zetten. En wat ook goed kan helpen is dus de begroeiing onder de bomen wat door te laten schieten. Want er zitten allerlei beesten in, zoals sluipwespen. En die kunnen die diertjes ook aanpakken. Dus behalve die vogels pakken die die sluipwespen ook aan. En we hebben ook ontdekt dat vleermuizen de vlinders opeten. Dus in die zin zijn een aantal natuurlijke manieren nu wel tot stand gekomen. En dan zien we dat we dat die beesten inderdaad die processierups opeten. Ja, want ik weet niet,
hoe komt het dat we er nu tegenwoordig zoveel tijd of zoveel last van hebben? Want ik heb toch het idee dat het nu een soort vlucht neemt. Ja, nou, dat komt ten eerste omdat de temperatuur in Nederland erg gestegen is. De klimaatverhoging is duidelijk een aanwijzbare bron. Ten tweede is het zo dat wij niet erg goed opgelet hebben in ons landschap. We hebben veel te veel restbosjes, alleen maar eikenbomen neergezet. Mm-hmm. Daarbij zijn er een heleboel straatwegen die niet echt lanen zijn. Hebben helemaal volgeplant met eikenbomen. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk voor zo'n processierups die alleen maar eigenlijk van eikenbomen houdt, is natuurlijk fantastisch. Want de ene eik naar de andere eik kunnen ze dan inderdaad aanpakken. Dus dat hebben ze. En dan tot slot, ja, heel veel gemeenten hebben niet op elkaar afgestemd. Ik vind het ook heel jammer. We hebben een vereniging Nederlandse gemeenten. Eigenlijk zou die een soort noodplan moeten schrijven. Op het moment dat ze weten dat die processierups Nederland binnen gaat komen. En die is al een tijdje binnen, mm-hmm. maar we hebben gewoon afgewacht en dat is natuurlijk altijd te laat. Ja. Maar, ja, er is een oplossing, jullie zijn hier om te praten over een eventuele nieuwe oplossing, hè? Een soort natuurlijke bestrijding. Vertel. Ja. Nou ja, dus wat we ontdekt hebben is dat veel mezensoorten, dat zijn vooral de pimpel en de koolmees, dat die inderdaad zeg maar heel veel van die beesten weg kunnen vangen. En dat betekent als je nu op tijd nestkastjes gaat neerhangen. Ja. Dus nestkastjes waar die vogels kunnen broeden. En dan maakt niet uit hoeveel er hangt, want hangen er maar genoeg op. En heel veel campinghouders, maar ook heel veel gemeenten zijn al bezig om die nestkastjes op te hangen, zodat de koolmees op tijd daar kunnen gaan zeg maar broeden. Mm-hmm. En dat betekent weer dat ze dus genoeg zeg maar jong in kunnen zetten om die processierups op te eten. Eén waarschuwing wil ik wel erbij geven. De mensen die buxus hebben, moeten niet meer met gif spuiten. Want ook die koolmezen pakken de rupsen van de buxus mot op. Ja, en die zijn dan giftig. En dan sterven veel kleintjes. Maar genoeg nestkastjes ophangen is een hele mooie oplossing. Ja, want Tom, jij bent hier vanavond toch als, hoe kan ik het beste noemen, onze vogelhuisjes-expert. Ja, dat valt nogal mee. Maar, ja, hoe voelt dat? Maar kun je vertellen, want er is een actie gestart met de gemeente Boksel. Ja. Wat houdt die actie in en hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik ben een tijd terug, een paar weken terug, gebeld door Hans Mos, van wijkmanager van de gemeente. Ja. En die vroeg of wij in staat waren om 300 meesterkastjes te maken. Ja, en wij, dat noem je mee Hobbycentrum Boksel, want daar ben je bij betrokken. Ik ben daar de houtman en ik doe dus de werkplaats hout runnen. Ja. En wij geven dus cursussen aan en workshops aan mensen die graag met hout willen werken. Ja. Dus we zitten wel wat potentieel. We hebben daar behoorlijk wat machines staan en zo. Dus wij waren in staat om inderdaad 300 kastjes te maken. Heel mooi. En ik had een vaste club van mannen die, overigens ook vrouwen doen graag met hout werken en kunnen dat ook heel goed hoor. Maar deze mannen waren wel bereid om mee te helpen met het maken van die 300 kastjes. Want dat is gewoon productie, seriewerk eigenlijk. Ja. We hadden een goed voorbeeld van de Vogelbescherming Nederland. Die had dus een mooi mezenkastje. En dat was, zoals straks zien, hoe dat die eruit ziet. Die zijn vrij simpel te maken. Ja. We maken hem van multiplex, van Berken multiplex. Ja. En ja, dat is hout wat wel bewerkt moet worden. Het moet wel schilderen. Maar als je dat buiten hangt en de buitenkant is geschilderd, dan kan dat echt jarenlang mee. Ja, we hebben nog, als het goed is, foto's. Eentje van die processierups en eentje van zo'n nestkastje. Dus kunnen we daar naar kijken. Oh, die zijn al geweest, hoor ik net. Tussendoor. Die zijn tussendoor al geweest. Oké. Okay, heel even, Tom, want voor mijn beeld van jij zegt, ik werk op de houtafdeling bij het hobbycentrum. Mm-hmm. Ben je dan timmerman geweest in het verleden? Nee. Ik ben een enthousiast vrijwilliger. Okay. Maar, nou ja, ik heb vroeger wel altijd met hout gewerkt. Mijn opa was meubelmaker. Ja. Daar heb ik het een beetje van overgenomen. Dat zit in de genen. Het zit in de genen. En toen ik met pensioen ging, dacht ik van ja, ik ga niet meer het kantoorwerk doen wat ik daarvoor altijd deed. Al dat geritsel en gedoe en gepraat en vergaderen. En ik ga wat met mijn handen doen. En toen ben ik onder andere ook met houtbewerking begonnen. En ja, dat heeft geresulteerd in flink wat machines. En ja, op een bepaald moment hoorde ik dus van het tot stand komen van het hobbycentrum. Ja. Daar waren ze toen mee bezig, eind 2015 was dat. En ik dacht van ja, ik heb een aantal machines, die staan bij mij in de werkplaats. En als ik die nou daar neerzet, dan kan ik, en daar ook, kunnen meer
meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden die de machines allemaal bieden. Dus ja. Dat, en dat heeft heel veel leuke reacties. Ja. Ah. En kijk nu, nu gaat zetten we goed. In jouw titelbalk vogelhuisjes. Expert. Ja, precies, ja. Frans, iedere vogel heeft volgens mij behoefte aan een eigen soort huisje, of niet? Klopt dat? Nou ja, in principe wel. Het gaat vooral over de opening, hè. Daar gaat het vooral over. Mm-hmm. En zeg maar de diepte van het kastje. Je moet er ook bij koolmezen geen stokje onder het gaatje neerzetten. Want dat vinden ze niet echt prettig. Want het zijn echt dieren die kunnen zich ook vastklemmen aan muren, aan houtwallen. Het maakt niet uit. Zij gaan gewoon met hun klauwtjes, kunnen ze echt rechtop, en ik moet maar eens een keer kijken thuis, zelfs aan de muur hangen. En daarom willen ze ook niet te veel van dat spul ervoor hebben. Want dan denken ze dat dat zeg maar een ander vogeltje in gaat zitten. Wat ze ook heel vaak doen, is het rondje bewerken. In de zin van, ze zetten er een eigen naam op. Hè, zo van koolmees. Ja, precies, ze pikken erop. En dan, dat is alleen maar puur om hun eigen geur daar kenbaar te maken. Dat is natuurlijk fantastisch leuk. En ja, die koolmezen zijn eigenlijk nog één klein dingetje. Een heel slimme beesten. Ze eten eerst, want die processierups, die is in een paar vormen. Als het de rups is, zijn de eerste twee generaties, dat betekent de eerste twee vervellingen, dan zitten ze nog niet in een nest. En dan zijn ze nog los. Dus die koolmezen gaan nu al op tijd naar boven toe. Daarom is het ook zo slim om zo vroeg mogelijk in het seizoen, dat betekent eigenlijk al januari of misschien zelfs december, om die nestkastjes op te hangen. Want die eerste twee rupsen zitten nog zonder haren en niet in een nest. De derde generatie, die hebben al haren en die kruipen in een nest. En wat ze ontdekt hebben bij de vierde generatie, wanneer die brandharen komen, dan pakken die koolmezen die rups op en smeren hem langs de boom af, zodat die brandharen dan meteen in die boom knallen en in de bek van de koolmees. Dus dat is natuurlijk fantastisch slim. Hoe dat ze dat hebben gedaan. Apart, heel slim. En voor mijn beeldvorming, zijn er nog bepaalde plekken waar je zo'n vogelhuisje moet ophangen, ja of nee? Of hoe hoog? Of zijn daar dat voorschriften voor? Nou, in ieder geval één ding heel belangrijk, hangen ze nooit met de opening naar het westen toe, want we hebben heel veel regen en dan worden die beestjes van binnen allemaal nat. Dus westen moet je ze nooit ophangen. Zuidwesten kan nog wel, maar het liefst is zeg maar oost-noord of oost-zuid, maar nooit in het westen. En niet in de volle zon. En niet in de volle zon, nee precies, dat moet je ook niet doen. Want dan branden de beetjes. Wat er dan gebeurt is dat er in een kort tempo heel snel teken en mijten zich ontwikkelen. Ja. Want door die warmte gaan die versneld produceren. Oké. Okay. Hey, en Tom, je vertelde van, we hebben de opdracht hadden we om 300 huisjes te maken. Maar ik neem aan dat er nog steeds, hoe meer huisjes, hoe beter. Ja. Het punt is dat de gemeente heeft dus is begonnen met de PR er rondomheen. Dus het project van de gemeente. Ja. En dat blijkt dat daar heel veel belangstelling voor is. En we zitten nu al aan 650 kastjes. Zo. We hebben die niet gemaakt. We hebben 300 hebben we er gemaakt. Dat was ook het maximum. Want ja, voor ons is het ook allemaal vrijwilligerswerk. En die club mannen die is als een beestenkeer gegaan om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. En we hebben heel hard gewerkt. Maar het is allemaal goed. Maar als mensen zo'n vogelkastje willen of ze willen zo'n vogelkastje maken bij het hobbycentrum, kunnen ze dan gewoon langskomen of moeten ze zich aanmelden daarvoor? De gemeente heeft dus de aanmelding gecoördineerd. Ja. Dus we hebben een lijst gekregen al van de gemeente. Er staat welke mensen wanneer waar komen halen. Want de kinderboerderij doet ook mee in het geheel. Ja. Dus de kinderboerderij is een plek waar de meeste kastjes gehaald kunnen worden. En het hobbycentrum. En blijkbaar is de meeste mensen komen toch kant en klaar de pakketjes halen. En die zetten ze dan thuis in elkaar. Maandag komen de eerste mensen op het hobbycentrum. En in die week komen ook al mensen bij de kinderboerderij. En op woensdag komen ze ook nog kastjes halen. En er zijn ook een paar mensen die de kastjes dan bij ons in elkaar komen zetten. Ja. Mooi. Ik vind het een prachtig initiatief. Ik ook. Hey Tom, jij gaat vanavond demonstreren hoe we zo'n kastje in elkaar kunnen zetten. Ja, we hebben een bijzondere cursus te gevonden. Een bereidwillig assistent. Een hele leuke assistent. Ja, heel mooi. Het is net als het rad van Fortuin. Jolijn die heeft zich aangemeld. Jolijn, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij neemt het even over, Jolijn. Tom, ja. Leuk, geweldig, interessant verhaal ook van Frans. Ik heb de hamer vast, want ik... Het moet een beetje timmeren, Jolijn. Ik haat de bloed. Maar ik hoop dat je goed kan slaan en goed kan mikken. Ik kan slaan. Er is dus een mal gemaakt. Ja, wat handig. De mensen kijken dus allemaal. Dit is één kastje. Het zijn 6 onderdelen. Ja. De 2 zijkanten, die liggen... Of die zitten nu in die mal. Dat is eigenlijk makkelijk om het in elkaar te zetten. Vervolgens, daar hoef je niet te doen. Vervolgens wil ik je vragen of je even hier 6 spijkertjes in wil slaan. De gaatjes zitten.
pakketten al? Ja, maar je hoeft ze niet. Wacht, ik kan hem even hier zo doen. Bij alle pakketten zijn al die gaatjes. We hebben heel wat gaatjes geboord in de loop van de weken dat we ermee bezig zijn. Ja. En er zitten ook allemaal grote gaten in. Mm-hmm. Dat zijn deze. Ik weet niet, dit is het grote gat. Dit is het gat waar de meeste naar binnen komen. Ja. De pimpelmees heeft een gat nodig van 30 mm. En de koolmees wil graag een gat van 32 mm. Dus die koolmees is ook iets groter dan de pimpelmees. En deze zijn 30? Ja. Deze zijn 30, ja. Dus als je nou thuis zelf een kastje wil maken, zoek dan eerst eventjes op internet op van... Hoe groot moet het gat zijn? Of weten jullie dat allemaal? Ik weet niet of bekend is waar welke zitten. De pepelmezen waar die zitten en de koolmezen waar die zitten. Ah, zo, ja. Maar nou leg je hem er al op, maar dat is nog niet even de bedoeling. Oh. Kijk, ze worden gelijmd, want ze moeten lang mee. Oh, dat wil ik doen. Ja? Ja, ik ben een hele eigenwijze leerling. Kijk. Zo? Wat leuk. Ik vond het vroeger al leuk. De lijn gaat erop. Een klein beetje, niet al te veel, maar ook niet te weinig. Gaat een beetje schuin. Nou, gezien de snelheid, we hebben een kwast. En kunnen even met een kwast eventjes de lijm een beetje verdelen. Ja. Dat overal zit en dat het dadelijk goed dat komt allemaal wel goed. Zo is dat goed. Ja, ik ben een beetje precies. Ja, dat geeft niks. Maar alles voor die processierups, want alles voor die mezen. En de mezen dus. Hopla. Hoppakee, klaar. En dan kan deze er... Die kan erop. Die kan er zo opgezet worden. En dan moet je zorgen dat de onderkant, want dan komt het de onderkant tegenaan, dus precies gelijk loopt. Dus ik zal hem hier even vasthouden. En als jij nou hier een tik geeft, op die... Jij weet zeker dat jij jouw vinger daar... Ja, die... Ja, ik doe altijd eerst zo. Oh, ik heb al een deukje in het hout. Ja, dat geeft niet. Hoppakee. Dat is niet erg. Dan deze. En dan die. Zit hij nog schuin erin? Ja, even wachten. Dat is een beetje aan schuiven. Ja. Ach, die vindt ze leuk. Ik doe het liever dan afwassen. Ja, dan zult er wel een machine thuis hebben, denk ik. En dan die kant? En dan deze kant, ja. Dan de bovenkant. Een kind kan was doen, hè? Ja, het is... Oh joh, dit heeft toch een lekker gevoel. Quite simple. Ze nou allemaal samen met de buurt... Nou, dat is wel de bedoeling van de gemeente ook, dat de groep of de samenwerking met de buurt, dat die optimaal ontwikkeld wordt. Het is ook zo dat er 4 of 5 buurtbewoners bij elkaar dus zich verzamelen en dan zich eigenlijk op kunnen geven aan de gemeente voor het maken van al die nestkastjes. Nou, als dit klaar is, dan leggen we dit even opzij en dan kun je... We zijn al op de helft. Dan kun je hier dus deze lijm erop brengen. En zal ik dan even... Die spijkertjes erin slaan. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om zelf te doen, maar teamwork is ook. Ja, moet ook een beetje snelheid in zitten, misschien. Oh. Volgens mij heb ik geen geluid. Ja, er geen geluid. Oh, geen geluid, nu wel. Ja, mooi. Oh ja, dan moet links blijven, dan kan ik ook. Zullen we zodra weer terugkomen bij jou, Leon? Resultaat. Ja, want ik ben helemaal in de band van het huisje, natuurlijk. Dank je wel, Kees. Tot zo. Ja, ik vertelde net al, verhaaltijd. En Piet Havers. Piet die komt er zo nog bij zitten. We zijn nog even in de file hier op de rotonde. zij proberen meer bokselaren aan het lezen te brengen. Prachtig initiatief. En dat doen ze eens in de 4 weken in de bibliotheek. Vertel ik het goed? Elke eerste vrijdag van de maand. De eerste vrijdag van de maand? Ja. Oké. En het heet verhaaltijd. Ja, dat klopt. Wat doen jullie dan precies? Ja, nou ja, wat het zegt, hè, wij vertellen verhalen of versen. En wij proberen het een beetje aan de tijd aan te passen in de zomer. En met deze hittegolf had ik bijvoorbeeld... wij zoeken zelf dus de verhalen. Dat is ook wel het leuke, want we zijn met z'n drieën. Mm-hmm. Meta is er ook bij, maar die is vanavond niet aanwezig. Ja. Wij zoeken zelf ons verhaal, maar proberen een eigen invulling te geven. Timmer gaat er een beetje tussendoor, hoor. Ik probeer er wel bovenuit te komen. Maar net zoals van de zomer, ik hou bijvoorbeeld erg van Annie M.G. Schmid.
En dan had ik een gedicht over mevrouw van Scholten, die was gesmolten. En het is gewoon een heel leuk gedicht, wat op de hittegolf dus inging. Ja. Nou ja, en nu is het november, dus dan heb je het weer over de herfst. Met kersttijd probeer je dat ook weer een beetje in de tijd te passen. En zo proberen we er op onze eigen manier een leuke invulling aan te geven. Ja. Nou, Piet is ook gearriveerd. Ja. Dat was een lange file. Nee. Nou, jij maakt van alles mee in Bokstel. Piet, ook welkom. Dankjewel. We waren al even begonnen. Wat is er zo leuk aan lezen, voorlezen eigenlijk, voor jou, Piet? Voor mij, ja, om te beginnen moet je zelf liefhebber zijn van lezen. Ja. Ik ben een ontzettende liefhebber van boeken. Ik ben een liefhebber van lezen. En ja, dat klinkt misschien een beetje hoogdraaf, maar dat wil je met iemand delen. Dus voorlezen aan andere mensen is gewoon leuk. Je ziet mensen genieten. Je hoort van, oh, die schrijver of schrijfster, die kende ik nog niet eens. En je hebt contact met mensen. Daarom doe ik het. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Er zijn allerlei theorieën, hè, over lezen. Mensen zeggen ook wel eens, het verbreedt je taalkennis, en et cetera. Wat zijn volgens jullie nou de voordelen van lezen? De fantasie. Je helemaal mee laten slepen door de fantasie van de schrijver. En ja, zo kom je in allerlei werelden. Dat vind ik zelf het mooie. Nou, ik denk met name voor je algemene ontwikkeling. Ook. Ik denk zeker voor kinderen heel belangrijk, voor hun ontwikkeling, mm-hmm. voor hun in de wereld staan. Lezen in taal. Taal is zo belangrijk. Ja. Dus lezen, zeg ik ook altijd, lees. Ja. En wat lees jij dan voornamelijk voor, Piet? Want ik neem aan, je kunt geen heel boek voorlezen op zo'n moment. Nee. Het heet dus inderdaad, zoals jij al begon, straks dacht ik, met verhaaltijd. Mm-hmm. Wij lezen geen romans voor, want het is maar een uur, van 11 tot 12. Ja. In dat uur probeer je een verhaaltje of een gedicht. Dus we proberen een afgerond geheel proberen we voor te lezen. Ja, ja. Kan iemand voor jullie iets voorlezen wellicht? Want ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen op welke intonatie of hoe jullie dan doen. Ga ik er gewoon even lekker voor zitten? Nou, ik weet niet. Ik zou zeggen, neemt u thuis welkom bij een nieuw item in Dommeland Live. We lezen een momentje voor u voor. Dus pak uw kopje koffie, pak uw kopje thee. Hier is Loes Bik. Ik heb hier een boekje van Ivo de Wijs en Letty Kosterman. Vroege Vogels heet dat. Ja. Verzen. En daar wordt per maand worden er een aantal verzen geschreven. Ik heb hier Herfst van Letty Kosterman. Het is gebeurd. De herfst verloor zijn kleuren. Ik hou van herfst, maar niet op dit moment. De stem van het bos klinkt niet meer zo urgent. Het ruikt niet lekker meer. Het zijn andere geuren. Die maken dat ik zacht ga zitten zeuren. Terwijl ik meestal lach. Dat is bekend. Ik zoek de trui weer die ik ben ontwend. Maar die het ook niet lukt mee op te fleuren. Wie dat kan, moet van goede huizen komen. Het helpt niet echt wat wie dan ook probeert. Ik heb nooit geleerd in paradijs te dromen. Het resultaat is altijd geforceerd. Wat jij als optimist ook steeds beweert, ik zie alleen maar kale bomen. Oh, wauw. Prachtig. Mooi. Piet? Heel mooi. Je praat heel keurig ABN. Ben je van oorsprong, kom je uit Brabant of dat niet? Nee. Kom uit het westen. Ja, ja, maar je bent wel in Brabant woonachtig. Ja, woon al 40 jaar in Brabant. Voor de liefde? Nee, voor het werk eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ik zou niet meer weg willen hier, maar de zee, die mis ik nog altijd wel. Prachtig, ja. Vlak aan zee. Dus. Ja, mijn moeder heeft precies hetzelfde. Woont ook al bijna 40 jaar in Brabant. En mist, komt uit Den Haag en mist nog steeds de zee. Oh, ik kom uit Wassenaar, dus dat is hetzelfde lakende pak. Piet, hoeveel mensen komen er eigenlijk gemiddeld op zo'n voorleesmoment?
Ja. Dat is een pijnlijke vraag. Dat is een pijnlijke vraag. Nee, ja. Te weinig vinden wij zelf. Ja, absoluut. 3, 4, maximaal 5. Zo ja. Weinig? Ja, helaas, helaas. Alleen, wij hebben iets ontdekt. Mag ik rustig wel vertellen, denk ik. Er is een landelijke initiatief van de bibliotheken in Nederland. En dat heet de voorleeslunch. Die wordt 1 keer per jaar georganiseerd. Mm-hmm. En die was een paar weken geleden. Ja. Nou, ons was gevraagd, willen jullie voorlezen? Voorleeslunch. Mensen moesten intekenen. Mensen kregen na afloop van het uurtje een lunch aangeboden. En wat schetst onze verbazing? 23 personen. Echt? Ja. Dus toen zeiden wij al als geintje van, moeten wij nou elke maand er een lunch bij doen of zo? Ja, ja. Dus of ze dan worden ze een beetje verwend en dan... Dan komen ze wel. Ik weet het niet. Maar nee, het is jammer dat er 3, 4, maximaal 5 mensen komen. Want je moet toch voor jezelf, dat willen wij zelf. Zo zitten wij ook als mensen in elkaar, denk ik. Je wil het toch een beetje voorbereiden thuis. Ja. Dat je een beetje de teksten die je voorleest. Ja. En dan is het toch jammer. Ja, ja. Ja. En de mensen die komen, die zijn enthousiast. Dat doet je goed. Ja. Wat is nou het mooiste boek wat je ooit gelezen hebt, Piet? Ik ben zelf een liefhebber van thrillers. Zweedse thrillers met name. En het mooiste boek, vroeger in mijn HAVO-tijd. Wat had je toen? Willem Frederik Hermans was ik helemaal weg van. Ik heb zoveel boeken gelezen inmiddels. En voor jou dus? Nou, ik heb altijd gezegd, als ik ooit naar het bejaardentehuis ga en dement word, dan neem ik Helle Hazen mee. Ja. Die vind ik zo geweldig. Ja. Heren van de thee. Dan denk ik, als ik dat dikke boek uit heb, dan kan ik gewoon weer vooraan beginnen. Zo mooi. Prachtig. Ja. Ik wil jullie danken voor jullie komst. Fijn dat jullie er waren. En dat er maar heel veel mensen mogen gaan komen op jullie voorleesmomenten. Want het is... Dat hopen. Dankjewel. Top. Dankjewel. Jolene, hoe gaat die? Nou, het is helemaal super. Helemaal super? Ja, er is eentje klaar. Zo mooi. Oh, wauw. Prachtig. Prachtig. En ik neem aan dat jullie dan ook kunnen schilderen. Ja, nou, dat is wel de bedoeling, dat je hem schildert. Niet de binnenkant, echt niet, want dat houden ze helemaal niet van. Ja. En ook het gat, wat de kapitein net al zei, dat... Beesten, die gaan ook het gat een beetje pikken en zo. Mm-hmm, dus, mm-hmm. En als er verf op zit, dan is dat niet zo goed. Dus alleen de buitenkant schilderen. En dan gaan ze jaren mee. Er zit een deksel op wat eraf kan, want hier zitten 2 schroefjes. Ja. En in het najaar, als ze dus genesteld hebben, dan is het verstandig op een bepaald moment kastje eraf te halen. De deksel er even af te halen. Dan zullen we zien dat hij tot zover ongeveer vol zit met het nestmateriaal. Ja. En daarboven zitten dan de kleintjes. En dat is zo diep, omdat anders de meeste bang zijn dat een kat met een poot erin kan om die de kleintjes eruit te halen. Ja. Dus de deksel kan er gewoon, er zitten 2 dingen onder. En die kunnen hier dus met die gaatjes, kunnen ze gewoon, door die gaatjes kunnen schroefjes, en dan zitten ze vast. Mooi. En dit is het resultaat. Prachtig. Ja. 3 minuten werk. Zoiets, hè? Ja, dat vind ik goed. Ik had nog 1 vraag, want ik hoorde het gesprek net. Mensen die nu nog nestkastjes willen maken, want mensen worden natuurlijk dol enthousiast nu ze dit weten. Ja, ja. Kunnen ze zich nog dan aanmelden? Ja, bij de gemeente zijn de intekeningen eigenlijk gestopt. Er is nu al een wachtlijst. Mochten ze toch nestkastjes nog willen hebben, dan kunnen ze eventueel contact opnemen met het hobbycentrum. We hebben nog wel wat kastjes over. Ja. En dan kunnen ze ze daar kopen. Maar ja, we hebben er ook maar beperkt. Dus, maar eigenlijk, volgend jaar is er weer een nieuwe ronde. Dus dan kan er weer opnieuw ingetekend. Ja, want de opdracht was 300. Zoiets de bedoeling van de actie. 300, ja. Zijn er nou al 650 geworden. Maar ja, mensen kunnen neem ik aan dat ook gewoon, als ze heel creatief zijn, kunnen ze thuis maken. Ze kunnen zelf maken. Eigenlijk is het gewoon een stimulering om zoveel mogelijk... Ja, het voorbeeld van de kastje staat op de Vogelbescherming Nederland. Okay. Daar komt het model vandaan. Heel even iets anders, hè? Want je zou denken, als je zo'n kastje hebt, dan moet je het eigenlijk gewoon op een eikenboom hangen. Kan dat? Ja. Gewoon op de eikenboom zelf? Gewoon zo, dat is ook de bedoeling. Oh, omdat mensen thuis bedoelen, gewoon op de muur? Of thuis kan ook, maar de bedoeling is, de gemeente heeft dus ook een heel plan gemaakt. Ja. Een plan
waar alle eikenbomen in welke straten precies aangegeven staan. Mm-hmm. Dat juist op die plekken dus de meeste kastjes komen te hangen. Ja. Aan de bomen. Daar zitten ze dicht bij het voer. Dus dat is heel simpel eigenlijk. Ja. Maar ja, het is ook leuk om het in je tuin nog mooi te hangen. Ja, ook. Zijn ook heel leuk. Heb je ook een mooie natuur hier? Ja, precies. Ze kunnen ook allemaal naar de houthandel en een maken samen met de buurvrouw aan de gang. Hè? Ja, Zeker. Ik wil jou danken. Dat je als cursiste hier was. Superleuk. Ja, ik mag timmeren. Ja, en Tom ook, dank. Kom maar, we hebben het hobbycentrum. We hebben nog wat plek. Waar ben jij goed in? Ik ben overal goed in. Behalve afwassen. Dankjewel. En Tom, timmer desnoods nog even door. Ja, doe maar. Als jullie willen. Ja, het lijkt nog maar kort geleden. Carnaval. Maar het is alweer... 11:11 bijna. Het gaat enorm hard. Dus dat betekent weer tijd voor het Kwekdeuntjesfest. Voor het, hoe zou ik het zeggen, het mooiste Bokstelse carnavalslied wat dan eigenlijk gekozen gaat worden. En daar tegenover mij even op de bank om daarover te praten, Frank van Hees. Welkom, van Stichting Ookbaar Carnaval. En Gerald Flamings, moet ik zeggen? Of hoe spreek ik? Flamings, toch? Flamings, ja precies. Jij bent de organisator van het Kwekdeuntjesfest. Ja. Frank, om met jou te beginnen. Jij bent president van Stichting Ookbaar Carnaval Bokstel. Helemaal goed. Ja, wat doet een president? Feesten. proberen de lijntjes uit te zetten en het hele boeltje in het geheel te houden. Daar is denk ik het belangrijkste. Ja. En ik bemoei me overal mee. Ook met het Kwekdeuntjesfeest. Proberen in elke commissie wel iets te betekenen. Ja. Of luisteren te horen of mee te helpen. En volgens mij gaan we de goede kant op. Dus als het 11:11 is, dan denk ik dat we er klaar voor zijn, of niet, Gerald? Zijn we klaar voor? Dat denk ik ook. Ja, want Gerald, het Kwekdeuntjesfest. Voor de mensen die het niet weten wat het inhoudt, wat houdt het precies in? Het houdt in dat het dus, het wordt in feite het carnavalslied van Indegat gekozen, zeg maar. Hè? En we hebben nou een nieuwe opzet. Die heeft het carnavalsnummer van de Edison, zeg maar. Ja. Dat wordt het Bokstelse carnavalslied. En we hebben een In de Koffer. En dat is een koffer van een lied. Ja. Dat mag dus ook. Ja. En dat is de tweede categorie, zeg maar. Maar echt het Indegats nummer, dat moet echt een origineel nummer zijn voor Indegat, zeg maar. Ja, dat echt geschreven is op Indegat. Of met iets te maken heeft. Eigenlijk alles eigenlijk. Hoeveelste editie is het eigenlijk? Wow. Volgens mij is het al heel lang aan de gang. Kwekdeuntjesfeest is volgens mij vanaf 1977. Zo. Daarvoor was wel Liedjesfestijn. Maar dat had niet de naam Kwekdeuntjesfeest. En 77 was volgens mij de eerste editie. En tot nog toe is het eigenlijk Kwekdeuntjesfeest gebleven. Er is afgelopen zomer geopperd om een nieuwe naam te zoeken. Slaan daar volgens mij vingers. Gaat het goed of is iemand zijn vinger? Echt? Wel 1-1-2. Oké. Maar wij vonden toch dat het de naam de lading goed dekte. Dus het is zo gebleven, gelukkig. Mm-hmm. Er is een poll geweest in Brabant Centrum. Er kwamen wel een nieuwe naam uit, maar die waren net vernieuwend. Dus we hebben besloten toch Kwekdeuntjesfeest te houden. De organisatie, oftewel de avond op zich, is wel compleet anders. Mm-hmm. We zijn volgens mij wel vernieuwend bezig geweest. Dus wat eerst traditioneel was met de hoedbapaorkest, de blaasorkest, nu eigenlijk door die In de Koffer kunnen we met stikjes werken, met mogen bands meedoen, gewoon karaoke. Ja, het hoeft niet meer live gespeeld te worden, nee, dat bedoel je met... En daarnaast, we hebben het indruk meer op het feest gelegd, dus de aftrap van carnaval moet belangrijker worden als het, de Olympische gedachte is, meedoen is leuker als winnen, of prettiger als winnen. Ja. En, we hebben gezegd dat als het meer de nadruk op feest ligt, dus als het niet zo competitief is, dat de verenigingen meer tijd hebben om een gezellig avond met elkaar te hebben. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste dingetje. En daar hebben we een nieuwe presentator, we hebben een zwevende DJ-boot erbij. En, dus het wordt hopelijk heel leuk. Ja. We hebben ook meer inschrijvingen als andere jaren. Even terug. Je hebt het inderdaad over, we willen het echt een beetje de aftrap gaan maken
van de carnaval. Want je merkt, wat je eigenlijk van veel verenigingen terugkrijgt, is soms voor sommigen in ieder geval best moeilijk om die jeugdige aanwas te krijgen. Hoe is dat eigenlijk bij jullie of bij de organisatie? Ja, dat is bij ons ook moeilijk. Alleen, we hebben een paar voordelen. We hebben een paar jonge clubjes, zeg maar. Mm-hmm. Daarom zeg ik al, als je die clubjes erbij haalt, dat hebben we dit jaar ook echt gedaan. We hebben met de clubjes bij elkaar geroepen. Wij willen jullie. Ja. Ook alle clubjes uitgenodigd, ook de muziekjes, het maakt niet uit, alles is gekomen. Ja. En daar waar wij gewoon van weten, gewoon als klankbord, wij wilden jullie. Want het is tenslotte voor de clubjes, met de clubjes en om de clubjes. Daar gaat het om. Ja. Zonder clubjes hebben we niks. Hè? Ja. En dan moet ik zeggen, er zit leuk aanwas bij. En als we dat proberen vast te houden, zeg maar, en een leuke formule, dat we z'n allen kunnen feesten, dat we kunnen laten zien, dit is in de gat. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Als we dat kunnen bereiken, dan moeten we ook samen doen. Hè? Wij kunnen hier zitten verkondigen, maar we moeten echt samen doen. Ja, en denk je dat dat dan ook... het is een aftrap, wat je net al verteld. We hebben nu DJ erbij, en, de koffer. Ja. Dat ervoor gaat zorgen dat dan ook die jeugd dat er iets meer prikkels gaat geven? Je merkt het wel aan de inschrijving al. Hoor. Er zit gewoon al jeugd bij. Ja, want als we daar naar kijken, de inschrijving inderdaad die meedoen... Ja. Ik heb me laten vertellen, dat was ooit 6, vorig jaar. Ja. Hoeveel staat het nu op dan? Je zit er nou op 11, hè? Zit ik goed? Nee, volgens mij zit het op 12. Maar dan praat je al over... Dubbelen. Nu al, dan praat je al over dubbelen. Ja. Waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan echt aan dat nieuwe initiatief? Ja, maar ik denk ook dat vooral degenen die zeg maar ook in die denktank zaten, die avond daar geweest zijn, iedereen ziet wel dat iedereen die daar was hetzelfde doel voor ogen heeft. Ja. En doordat ze daar zaten, hebben ze hun eigen club warm kunnen maken voor het idee. En ik denk dat daardoor weer meer mensen aansluiten. Ja. Ik zie ook nu veel meer... Die wordt even gecorrigeerd, Frank. Je geluid. Het is live, hè? Dus dat kan altijd plaatsvinden. Beter? We zijn er bijna. We zijn erbij. Ja. Nee, maar in ieder geval, degenen die, op die avond waren, die zien ook wel van dat we allemaal dezelfde kant op willen. En daardoor denk ik ook dat er weer meer mensen genegen zijn om mee te gaan doen. Ja. Het is natuurlijk ook de avond van de prinsbekendmaking. Dus hij is ook in dezelfde avond. Ook daar hebben we wat veranderingen in. Daar wordt wat sneller, daar wordt wat jeugdiger. Daar wordt eerder op de avond wordt de prinsbekendmaking gedaan. Zodat we niet van die... saaie tussenstukken krijgen, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat we met z'n allen best wel goed bezig zijn om heel het gebeuren weer op te krikken. Want wat je zelf zegt, hè, dat verdient het ook. Dat moet ook. De jeugd die moet daar weer geprikkeld door raken. Als we even teruggaan, bijvoorbeeld naar de optocht van afgelopen jaar. Dat was... Ik merk dat daar ook, want er zijn problemen met bouwplekken, begreep ik. Ja, en de jeugdige aanwas daarin is toch lastig. Is dit dan ook zoiets van, we willen dat onder de aandacht brengen, dus die optocht? Maar we zijn op alle fronten eigenlijk wel aan het vernieuwen. Het is niet alleen een kwek dat je vist, maar we zijn ook druk bezig, en andere mensen dan, en waaronder ik ook af en toe wel eens bij zit, met de duck-out. Dat is de carnaval tot 17 jaar, daar proberen ze echt aan te slingeren. Ja. Dat ze toch hier blijven, want als ze eenmaal buitenboksen zijn, dan zijn we ze denk ik ook kwijt als ze volwassen zijn. Ja. Daarnaast de optocht proberen we ook allerlei dingen te verzinnen, te bedenken, waardoor hij leuker kan worden. Daarnaast hebben we natuurlijk met de gemeente contact over eventuele bouwplekken. En daar zijn we ook drukdoende om achter de schermen via Maruska Lestrade en andere mensen om toch ergens iets via de agrarische sector of zo plaatsen te krijgen. Mm-hmm. Dus we zijn op alle fronten eigenlijk wel druk bezig om het hele carnaval zeg maar een nieuwe push te geven, dat iedereen er weer kan zijn. Ook in de optocht willen we weer de jeugdige groepen hebben. Kijk, tot voorheen waren de herriekarren een beetje not done in Bokstel. Mm-hmm. Maar nu zeggen we ook van ja, misschien moeten we die toch weer mee laten rijden, dan wel met minder decibels, maar dan hebben we in ieder geval de jeugd weer in de optocht. Misschien bouwen ze over 3 jaar wel iets anders als een hele jaar. Ja, precies. Nee, dat bedoel ik. Maar ik bedoel, het is ook carnaval, kom je ook juist voor die mooie grote wagens. Dat klopt. En dat was, als ik gewoon vanuit mezelf kijk, afgelopen jaar minder dan de jaren daarvoor. Ja. Dus dat vond ik,
Misschien lag het ook aan het weer of zo, hè? Dat kan ook. Maar ja, misschien... dat moet wel groeien. Dus het is het feit wat Frank aangeeft. De jeugd begint met Amerika, dat is heel typisch, daar hebben we al een paar keer gezien. En dan gaat langzaam gaan ze over van, nou gaan we iets moois bouwen. En dan wordt het nog mooier. En dus je moet ze ook wel de kans geven en de tijd geven dat ze iets kunnen creëren. Hè? Ja. Kijk, en als je dan meteen afkapt van, nee, dat kan niet, dan kunnen ze nooit groeien. Ze moeten echt de kans hebben om te groeien. En groepjes kunnen ze dan creëren en dan kunnen ze een eigen vereniging. Dat hebben we als jeugd toch gehad, hè? We moesten ook zelf groeien. Hè? Ja. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Ja, absoluut. Mooi. Dat het goed komt. Heel mooi. Ja, en je had het over de duck-out. Ja. Vroeger hadden we de blurptent. Ja, ja, klopt. En daarvoor hadden we open hof, maar dan was jij er niet geboren. Dat is waar, die ook ik weet niet hoe lang dat geleden is. Ja. Dat was waar jong. Kan men zich nog inschrijven eigenlijk voor het kwekduntjesvis? Dat kan wel. Ja. Ja. Eigenlijk is de inschrijving afgelopen zondag verlopen. Maar we hebben gezegd van, omdat we ook echt weten dat er altijd mensen aan het einde nog mee willen doen. Zolang als we het zeg maar organisatorisch gemaakt krijgen, de teksten op de beamer kunnen krijgen en noem maar op, dan mogen ze meedoen. Dus als er nog mensen in willen schrijven, het kan nog. Misschien maak ik nu geen vrienden met de organisatie, maar voor mij kan het nog. Tuurlijk, volgens mij hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Ja, zo is daar, absoluut. Daar nodig carnaval zich vooruit en daarvoor is volgens mij carnaval ook bedoeld. Hoe meer eentjes het Hofpaleis, hoe beter het is. Hè? Ja, en als je nu al kijkt dat je een verdubbeling hebt van je hoeveelheid inschrijvingen dit jaar, dan kan het nog alleen maar groter worden. Ik wens je veel succes. Als jullie daar met de carnavaluitzending zeggen, dan kun je dit hier mooi mee opvleuren, want ja, het is wel kleurrijk. Nee, het is wel kleurrijk. Ja? Oh, kijk. De vlag van Indigaat. Ah, mooi. Zie? Heel mooi. Super dank. Kijk. Mooi. Super. Ja, dan moet ik hem eigenlijk, moet ik hem dan zo... Ja, dat doe ook, Olympisch kampioen moet je hem dan omhangen, hè? Ja. Prachtig, jongens. Ik ben heel blij. Alsjeblieft. Wees je heel succes en dat carnaval maar... Laat maar beginnen. Kom maar. Lekker bier drinken is ook wel eens fijn. Heerlijk. Ja, lekker. Nee, heerlijk. Dankjewel. We zijn er alweer doorheen. Het ging heel snel. Ik wens u een fijne avond. Slaap lekker. Wij gaan hier misschien al wel een klein biertje drinken op de carnaval. En graag tot de volgende keer. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eet Café 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties.